duizenden soldaten. Engelsen, Canadezen, Amerikanen en Polen vochten en stierven voor onze vrijheid. De Slag om Arnhem, die begon op 17 september 1944, werd uiteindelijk één grote mislukking. Wageningen werd door de Duitsers tot verboden gebied verklaard. Iedere burger die zich na 1 oktober 18 uur nog binnen de gemeentegrenzen bevond, kon worden doodgeschoten. Vaders, moeders, kinderen en bejaarden vertrokken met fietsen en karren en een minimum aan spullen richting Ede en Veenendaal. Johanna Dillerse Jacobs vond met haar familie onderdak op een boerderij in de Kraats. We zijn er doorgekomen, maar wel een vreselijke tijd hoor. Ja, ook mensen ontwaardig. Ja, want het is misschien raar dat ik vertel, maar wij zaten op de deel. Maar dan komt de boer naar mijn vader. Wat heeft mijn vader mee te maken? Ik was getrouwd en mijn man was erbij. Wanneer komt die baby? Toen zegt mijn vader, luister, dan moet je aan mijn dokter vragen. Maar het is, zoals ze verteld hebben, in februari. Oh ja, ja, februari. Nou, ik zit op de deel, ik moest aardappelen schillen voor die boer. Rin. En de ene keer zegt ze, kom jij eens eventjes. Ik zeg, wat is er gaande? Ik wil dat je komt. Nou, een gang door, de deur rechts, ik zie het nog gebeuren. Hij werd op slot gedaan. En er stond iemand. En toen zei hij, ik ben de huisarts van die meisje, mevrouw. Ik zeg, oh. Toen zei hij, wil u eventjes ontkleden? Want ze willen weten in wat voor staat of u bent. Met de wanneer die baby komt. Want wij geloven u niet. Ik zeg, oh, dat is netjes. Nou, hij constateerde, toen zei hij tegen me, het is een kerstkindje wordt het. Ik zeg net zo tegen die dokter, want ik werd boos. Ben u erbij geweest of ik? En mijn vader is ook eens een keer met mijn zwager. Die hebben met nog iemand, hadden ze een wagen opgeschakeld. Ja, ik moest de wieg hebben. Dat stond allemaal nog in Wageningen. En ja, dus ja, het was tijd. En toen heb mijn vader de bedden opgehaald. Allemaal. De bedden opgehaald. En we hadden inmaakspotten. Met. En op die wagen hebben mijn vader met die andere mensen en mijn zwager die inmaakspotten opgehaald. Want die waren gevuld. Dus daar zo doen we. En dan aten de andere mensen natuurlijk. Die op de zolder bij ons was. Ook mee hoor. Daar was één koken. Er was, toen lagen we nog in de stro. In de. En daar kwam een hele regiment soldaten bij die boer. En ze moesten ze onderdak geven natuurlijk. En toen zei die boer, ja, ik ga niet rustig slapen. Nee, zei mijn vader, ik ook niet. Ik blijf op. En er was nog een man en die bleef ook op. En mijn man en mijn zwager moesten bij ons blijven. Want mijn vader was ook weer bang. Er waren een hoop jonge Duitsers. Ja, en hij zei altijd, jullie blijven hier. Wij gaan in de kamer bij die Duitsers zitten. En die heb daar s'nachts gepraat. En die man heeft zo gehuild. Die hoge van dienst. Die zegt tegen mijn vader, hier is een foto van mijn vrouw en kinderen. Ik heb de krieg niet gewild, zei hij. Maar als ik niet gegaan was, zei hij, hadden ze me ook doodgeschoten.